40 top-traditionele gezagdragers, hoofdkapiteins, zijn naar de stad gekomen voor een informatiebijeenkomst. De gasten worden ingelicht over de onlangs aangenomen wet bescherming woon- en leefgebieden van Afro-Surinamers binnenland en inheemsen. Het onderdirectoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, DOAS, heeft de dignitarissen uitgenodigd voor deze infosessie in de congreshal. De wet bescherming woon- en leefgebieden is eigenlijk niet een nieuwe wet, het is een wetswijziging. Dat houdt in, eigenlijk, je hebt een wet, we noemen ze L-decreten. Het is een aantal wetten bij elkaar. Maar een van die wetten is, is de wet beginselen grondbeleid. En in die wet, artikel 4, lid 1 van die wet, staat dat als er domeingrondconcessie wordt uitgegeven in de woon- en leefgebieden van de inheemse en in stamverband levende Surinamers, dat de overheid met hun dorpen, hun nederzettingen, hun gosgronden rekening moet houden. Dat staat in de wet. Alleen het probleem, je had geen strafbepalingen in die wet. Op een gegeven moment, door allerlei omstandigheden, zaken die gebeurden, heeft een aantal DNA-leden, waaronder de voorzitter, het initiatief genomen om artikel 4, lid 1 van die wet te wijzigen en strafbepalingen erin te plaatsen. Dus dat is het. Dus die wet, die artikel 4, lid 1 van de wet, het decreet, grondbeginselen is gewijzigd en de titel is ook gewijzigd. De memorie van toelichting hebben ze wijziging aangebracht. Dus dat zijn de zaken. Het is niet een nieuwe wet die gemaakt is, maar een artikel van die wet om meer druk uit te oefenen op de overheid, om rekening te houden met de gronden van de mensen. Hebben ze het artikel gewezen. Ten aanzien van de participatie vinden we het heel goed. Bij de inheemse, die hadden we gisteren. En vandaag hebben we de andere in stamverband levende Surinamers. Dus alle 6 stammen van de, zijn hier, van het binnenland. Dus een aantal van 40 hoofdkapitein en kapitein. Dus we vinden de participatie heel goed. Het DOAS heeft onder haar portefeuille het traditioneel gezag, dorpsontwikkeling, gemeenschapsbos en ondernemerschap. Na aanname van de wet bleek er wat onduidelijkheid te zijn bij de in stamverband levende Surinamers, de inheemsen en de Marons. Die twee groepen zijn hierom uitgenodigd om meer uitleg te krijgen. Adesso sta qui o che sono a carico al ministero regionale ontwikkeling fu con om dat laatste een wet teken assemblee voor bescherm de grondgebied van de presbewetan de dorpo de presi de grondpresi van maar isabi die a wet teken assemblee dan de no betre ko direct bij dan alle soort geluiden alle soort santaki zowel positief als negatief. Maar vanaf SD, de minister, die kan lekker ook duidelijk. Ook tot de voorzitter van de assemblee, lekker ook duidelijk uit. En wie vooral van het wij vinden een boom. Omdat, if a president nog beschermt, want a kondirector tori, no los op eten. En doordat a no los op eten, dan we shitak smai kis groen, smai kis presi, alles in a watra, in a busi. Maar ook she en u verstand dat na een wet DC. Voorlopig nog eens maar nog een keer voor kunnen moren. Nog eens maar nog een keer voor kunnen moren. Telk alles aan regel, den place baka, dan hij gaat door baka. Maar nu in een vast van de assemblee voorzitter, dan gaan de minister Elo, Ero dan, die wat verklaring vanaf is de committee. En de goede exemplaar ook te voeren, hebben door een wet. En we vinden een fall op mijn wet. Maar hoop dat baka te doen,
alle fase a communicatie naar het traditioneel gezag naar binnenland moest delen van bij de fos. En voor ons aan die foto pe eigen om naar binnenland hem trekken bij, kom ik uw mening, uw denken schrijf de, dan uw denk dat dat zijn wat kan worden schieten. We den tak ja bij wet zijn de initiatief wet zijn den teken voor boskerm den achabit. Maar zij passen met elkaar jugu kom. We vinden dat hier als een weinig je want we gaan dat hier over grondleti, maar dan tijdens we dat grondleti dat kan de beter door ons heen voor peden boskeren, dat kan de tijdens dat die denk ons maar consensie euroko den goedu dat je dat we dat over grondleti dat als we zo vinden dat je moro toch den poer den waldekba. En als je een probleem hebt, dan moet je een fini. Fossi, we gaan samen met je. Dan heb je een beetje een fini. Maar als je een afhankelijkheid hebt, of als je een afhankelijkheid hebt, dan kan je een fini. We gaan samen met je. We gaan samen met je. We gaan samen met ma we holi no mota ki pe wel dibi na fuwi ya mandalna den taki aher sa nandoti na fu domain front na sanda che gubro kwede wanta fosi da sambe prati da kapis pe uno el dibi wan no fotos mano be wan gwa buskondere aina busi ma no den konsia ward da las ma ko wan goina a buskonde fu poa ward a buskonde te krutu na buskondre en da yo gwai folu kubaka mus de we takanga usrefi da abashe kwami na to bataki da we charen gogi afor kuna vitak bashia go bari me ko taki ma ofu konjani utako ansani da un charen go gi abu ede kon a kondre masrafono da na graman en we les peking. En de vertrouwen toe de ede kapitein nanga fiscalisatie en ook konja kofoteken worden dat moet let op wat op zou doen. Het was verhelderend en we bij de nanga want to tra een praxerie over een wet, maar door uitleg voor een assembleevoorzitter mevrouw Jenny Simons dan als aan met mijn firma op presserie minister leg uit de deskundige mevrouw Vreedzaam die was bijna wat emotionele betoog mevrouw Jenny Simons ook een minister dus. Ook is wanneer er denk je over een wet in zijn totaliteit nou. Volgens mij na afbakenen voor een woongebied voor de tribale volger in Suriname. En een wet is dat je enigste probleem zijn misschien een wet. En nog een probleem althans, want door een uitleg we kiezen wanneer er beeld over een 10 kilometer, 5 kilometer straal. Dus dat denk ik maar historisch, maar inhoudelijk zelf een wet zou dat maar tekenen dat we vinden een gevaarlijk wet. De gronden die uitgegeven worden in een straal van 10 kilometer van de dorpen zullen nietig verklaard worden. Verder zal men niet meer in staat zijn om grond aan te vragen binnen dit gebied. Zij die niet voldaan hebben aan de uitgiftevoorwaarden, zullen hun vergunning zien vervallen. Indien er al investeringen gepleegd zijn, wordt verwacht dat er eerst overleg gepleegd wordt met de gemeenschap aldaar. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.